Veilig op de fiets met Stefan van Nederland, initiatiefneemster voor een veiligere fietssituatie, Mieke van Houten, gemeente Alke Vlaanderen, impressies, ontwerp en animaties, Stefan van Nederland. Op weg naar school komen fietsende kinderen voorbij een gevaarlijke oversteekplaats. Deze ligt in een bocht van de Pleinstraat in Alke, de weg draait weg naar rechts, terwijl het fietspad deel van het fietsroutenetwerk schuin naar links afslaat. Het is een weg zonder fietspaden, waar 70 km per uur gereden mag worden. Er is geen enkel punt in de bocht waar je als fietser zowel zicht hebt op de auto's die je langs achternaderen, als op de auto's die van de andere kant komen. Mogelijke invullingen voor het verbeteren van de fietsveiligheid. De simpelste oplossing is het plaatsen van drempels voor de bochten die de snelheid verminderen. Waar de bocht begint en eindigt, kan een 30 km per uur zone worden gerealiseerd. Een uitgebreidere oplossing is het aanbrengen van verkeersdrempels en fietsstroken. De fietser wordt door het aanbrengen van verkeerseilandjes of betonnen banden beschermd. Hier zie je de beginschets als ideevorming. Hier zie je het idee meer uitgewerkt. Voor de kruising zijn links en rechts smalle fietsstroken aangebracht. De fietsstroken worden beschermd door een hoge betonnen rand. Voor de kruising bevinden zich drempels die de snelheid moeten verminderen. De kruising zelf is verhoogd aangebracht. Alle fietsers die op de kruising rijden, zouden voorrang kunnen krijgen. Zie de situatie hier van alle kanten. In deze impressie is het kruispunt niet verhoogd. Let op de betonnen randen die de fietser beschermen. Een andere mogelijke oplossing is het maken van een rond punt in een driehoek. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is mogelijk. Voor de kruising worden drempels aangelegd. Aan de zijkant van de weg bevinden zich fietsstroken die door verkeerseilanden worden beschermd. Doordat je de fietsers aan het einde van de kruising laat oversteken, ontstaat er meer ruimte om naar voor en achter te kijken. Door de oversteekplaatsen, waar de fietser voorrang heeft, kan de fietser een cirkel fietsen. Een korte animatie. Een minder ingrijpende oplossing is om van de kruising een wegversmalling te maken, waar je met één wagen tegelijkertijd door kan rijden. Doordat de weg versmald is, ontstaat er meer ruimte voor fietsstroken. En zo zijn er nog tal van andere mogelijkheden. Laat de discussie en de oplossing voor een veilige fietsoversteekplaats in de gemeente Alke Vlaanderen beginnen.